Matthijs, van harte gefeliciteerd met het doorgaan in de Champions League. Kun je eens vertellen wat er net gebeurde in de kleedkamer? Heel veel blijdschap natuurlijk. Het is lang geleden dat Ajax de knock-out fase heeft gehad. Dus ja, we waren heel blij en trots op het team ook. En ja, we willen zo doorgaan. Want jullie hebben een foto gemaakt. Wat is er nog meer gebeurd? Ja, gewoon een foto met z'n allen. Met iedereen die erbij betrokken is. En ja, gewoon natuurlijk blij zijn we. En ja, we hebben ook gezegd dat we nog door moeten. Want er komt nog een wedstrijd die ook heel belangrijk is. Dus ja, we zijn heel blij. Kun je vertellen wat dit resultaat doet met een team? Ja, heel veel. Het geeft vertrouwen. Het geeft het idee dat je goed bezig bent. Omdat je, wat je zegt, je bent geplaatst voor de volgende ronde. En ja, dat is denk ik alleen maar goed voor het teamgevoel. Hoe belangrijk is het voor jullie ook dat jullie je op eigen hand, met eigen kracht plaatsen, niet afhankelijk zijn van het resultaat van Bayern München? Ja, dat is natuurlijk eerlijk. Ik bedoel, kijk, als je doorgaat, is doorgaan. Maar om eigen kracht laten zien wat je waard bent en gewoon goed gespeeld, is natuurlijk extra lekker. En ja, dat maakt het toch extra zoet, denk ik. Bayern München, ik noemde het net al, de volgende tegenstander, want je zei het al, het is nog niet klaar met deze groepsfase. Nee, er komt nog een wedstrijd, dus dat zal heel spannend worden, want we kunnen eerste worden en ja, daar gaan we zeker volle bak voor. Ja, dan heb je 11 punten, niet verloren. Ja, wat zegt dat over dit team? Nou ja, dat we een goed team zijn, denk ik. Dat we goede individuele spelers zijn, maar ook een echt team zijn. En vandaag heb je ook gezien dat buiten het goede voetballende we ook gestreden hebben voor elke meter. En ja, dat zijn in dit soort wedstrijden gewoon cruciaal, denk ik. Ja, want wat was de sleutel, dit duel? Ja, die rode kaart? Nou, de sleutel. Ik denk dat we de hele wedstrijd controle hadden. Ze hebben bijna geen kans gehad. En ik denk toch wel dat de 1-0 uiteindelijk de sleutel was naar meer. Plus de rode kaart natuurlijk. En nu vanavond? Wordt het nog laat? Dat weet ik niet. Dat zullen we zien.